allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een van mijn favoriete video's en dat is namelijk een shopblog. Ik heb namelijk wat leuke dingetjes weer mogen ontvangen van Naked en van Lovies. En ik dacht het is misschien wel heel leuk om daar een aparte shopblog over te maken. Ook heb ik van beide webshops een kortingscode voor jullie. Dus dat is ook heel erg leuk. Die zal ik aan het einde van de video vertellen aan jullie. En die staan ook altijd in de beschrijving. Heb je nou zin in deze video? Doe dan alvast dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Gaan we maar beginnen met de items van Lovies. Dat zijn altijd mijn favoriete items. En dan begin ik met iets wat ik al heb aangehad. En dat is namelijk dit t-shirtje. Ik hoop dat de belichting van mijn camera het een beetje normaal blijft doen. Maar dit is dus het t-shirtje. Het is een grijs t-shirtje en dan staat er op ACDC. Ik heb hier wel eens vaker van gehoord. Je ziet het wel eens op shirts van H&M of zo. Ik heb oprecht geen idee wat het betekent. Maar ik vond het gewoon echt een heel erg leuk shirtje. Deze heb ik in een maatje S, omdat de XS was uitverkocht. Maar daardoor valt hij wel lekker oversized. Dan kan je hem ook als een soort van jurkje achter dragen. Dus dat is die. Ik heb hem al een paar keer gedragen op Vinkveen op de boot. En het was gewoon echt een heel erg chill shirtje om eventjes lekker snel over de bikini of zo heen aan te gooien. Maar ik vind hem ook heel erg leuk als je hem een beetje zo opknoopt of gewoon in je broek doet met een stoere mom jeans eronder of zo. Vind ik deze ook heel erg leuk. Maar dat is dus deze van Lovies. En deze was uit mijn hoofd €22. Dan is dit het ECDC shirtje. Deze heb ik dus in een S, maar verschilt eigenlijk qua maat naar mijn mening niet heel veel met een XS. Deze vind ik ook echt heel erg leuk voor met zoiets als een rokje eronder. Wat ik leuk vind bij dit shirtje is dat die mouwen ook wat langer zijn. Sorry trouwens als je geluid op de achtergrond hoort. Maar het is dus echt heel hard aan het onweren buiten. Dus ja. Maar goed, in ieder geval dus dit shirtje. En hier ben ik echt heel erg blij mee. En is dus een S en geen XS. Dan nog iets wat ik van Lovies al soort van gedragen heb. Ik heb het echt 10 minuten aangehad. Maar het was veel te warm voor dit weer. En dat is namelijk dit leuke jurkje. Voor de mensen die mij een beetje kennen, die weten wel dat ik heel erg hou van wit en beige en kanten jurkjes en zo. En daarom dat ik ook dit jurkje heb uitgekozen. Het is dus van wit kant. Maar er zit dus wel een onderlaagje onder. Dus het schijnt niet helemaal door. Wat wel echt super chill is. Aan de voorkant heeft hij een V-hals en van die touwtjes. Dus je kan hem aan de voorkant ook nog vastmaken als je zou willen. Ik heb deze in een maatje S. Ik ben 1,60 qua lengte. Dus dan weet je ongeveer een beetje hoe die zal vallen zometeen bij de aanbeelden bij mij. En dan kan je het een beetje inschatten bij jezelf. Onder heeft hij nog een beetje van die roesjes. En ik vind deze echt heel erg schattig. Hij heeft wel lange mouwen. En zoals ik zei, van de week was het iets van 32 graden in Nederland. En toen was hij wel echt te warm. Omdat het gewoon best wel een dikke stof is. Maar als het gewoon wat kouder is, 25 graden, is dit echt een super leuk jurkje. Dus die. En uit mijn hoofd was die €50. En dan gaan we door met dingen die ik nog niet heb gedragen. Dan dit jurkje. En die vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat hij zeg maar bij de armen dan weer wel doorschijnt. En bij het lichaam niet. Je kan deze touwtjes ook eventueel als je zou willen nog vastmaken. Dat hij wat meer gesloten zit. Ik vind het juist wel leuk als hij wat meer open zit. Ik zal de camera even wat meer naar beneden doen. Dan kan je wat beter zien hoe die bij mij valt. Zoals ik al zei, ik ben dus 1,60 meter. En hij valt net iets boven mijn knie. En er zit dus ook een onderjurkje onder. En ik vind het echt een heel erg leuk dingetje voor gewoon lekker uit eten. Of gewoon lekker naar het strand wanneer het ietsjes minder weer is. Ik vind het echt een heel erg leuk dingetje. Dus deze. Als allereerst een heel erg leuk topje. Deze is als het goed is nu in de sale bij Lovies. Want Lovies heeft nu ook zomer sale. En deze hoort daarbij. En dat is dit topje. Ik heb hier al een heel pak van. En ik vind dat printje zo leuk. Toen zag ik deze en toen dacht ik, nou laat ik ook het topje ervan kiezen. Dit is het topje. Het heeft echt super mooie kleuren bloemetjes. En het is hier ook een beetje dat het zo naar elkaar toe getrokken zit. Wat ik wel altijd echt een heel erg mooi effect vindt geven. De bandjes, dat zijn gewoon touwtjes. Dus je kan jezelf helemaal strikken en op maat maken. Even kijken of er nog... Ja, er zit aan de achterkant ook nog een rits. Dus dat is ook heel erg chill met aantrekken. Deze heb ik in een maatje XS en is €25. Maar volgens mij uit mijn hoofd is die nu dus in de sale. Ik zal alle linkjes uiteraard ook in de beschrijving zetten. Maar dat is dit topje. Die vind ik echt heel erg schattig. Gewoon voor ook een leuk rokje of een leuk spijkerbroekje of zo. En als het wat kouder wordt, kan je er natuurlijk ook gewoon een leuk vest overheen gooien. En dan kan je hem alsnog blijven dragen. Dus dat is die. Dan dit topje. Die kan ik nu eventjes niet zo goed laten zien. Want ik krijg de achterkant niet in mijn eentje dicht. Dus normaal zou ik die nog wat strakker en zo mooier aansluiten. Maar ik vind het kleurtje wel echt heel erg leuk. En deze bandjes zitten denk ik ook eventjes iets te strak. Maar in mijn eentje dit vastmaken lukt gewoon niet zo heel erg goed. Dit kan je eventueel ook nog zo aantrekken als je zou willen. Maar ik vind het wel leuk als het zo een beetje
los blijft hangen. Maar dat is dus dit topje. En dit is dus zeg maar helemaal die rits. Die kan je helemaal tot aan boven vastmaken. En toch bijna helemaal onder losmaken. Dan heb ik nog zo'n leuk shirtje van Lovies. En deze heb ik wel in een maatje XS. Die is ook weer €22. Aan de voorkant is die heel simpel. Het is gewoon helemaal zwart. En staat hier Make Thunder. En aan de achterkant heb je dan een bliksemschicht. Met rood en roze. Ik hoop dat je het goed kan zien op de camera. Hij is echt heel... Ja, zo zie je het een beetje. Hij is dus rood met roze. Het bliksemschicht aan de achterkant. En ik vind deze echt heel erg leuk. Shirtjes kan je nooit genoeg hebben. Dit is ook weer zo'n lekker shirtje die je gewoon over je bikini heen kan aangooien. Of gewoon ook een leuk shirtje, een leuke lange broek. Dit kan eigenlijk altijd wel. Het shirtje wat ik nu ook aan heb is ook van Lovies. En is echt een van mijn favoriete shirtjes. Dus nu ook deze. En die heb ik dus zoals ik zei in een maatje XS. En is €22. Dit is het Thunder t-shirtje. Gewoon een heel simpel t-shirtje. Maar ja, het is wel leuk. En met dat bliksemschichtje natuurlijk op je rug. Zo'n soort t-shirtje vind ik ook leuk. Met dit rokje. Als je hem dan zo onder je BH zo vastmaakt zo. Vind ik ook heel erg leuk staan. Qua lengte ongeveer komt die net over mijn billen heen. Dus dat is deze. Dan een heel erg leuk rokje. Ik ben echt verliefd op de rokjes van Lovies. Ik vind sowieso Lovies de laatste tijd echt onwijs leuk. Lovies is echt een van mijn favoriete kledingwinkels geworden de laatste tijd. En dit rokje vind ik ook echt geweldig. Deze heb ik in een maatje XS en is €35. En dat is dit rokje. Hij is dus een beetje beige witachtig met paarse en gele bloemetjes. En dan met groen een beetje erbij. En hier aan de zijkant, ik weet niet of je dat heel goed kunt zien, zit dus zo'n touwtje dat je hem dus ook kan aantrekken. Zodat hij een beetje zo gesmokt omhoog gaat. Aan de achterkant heeft hij een rit waar hij mee dicht gaat. En deze moet wel passen, denk ik. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ook heel erg leuk, bijvoorbeeld Roos had dat laatst aan. Dat ze zo'n soort rokje aan en dan een zwart kroptopje. En dan een zwarte blazer eroverheen. Ik denk dat dat met dit rokje ook wel echt heel erg leuk zou staan. Kijk, dit is het printje. Echt heel erg blij mee. Dus die. Dit is het rokje. Ik heb hem dus aan in een maatje XS. Hij had op zich ook wel in een S gekund. Maar hij zit verder wel gewoon heel erg mooi. Hier zitten dus die touwtjes. En die kan je dus zo zeg maar strak trekken. Zodat het een beetje zo schuin zit. Dat vind ik wel heel erg mooi. En die touwtjes die je dan zeg maar over hebt, zou ik dan zelf een strikje in maken. Ik vind dit wel echt een heel erg schattig rokje. Mooie kleurtjes ook. Leuk voor de zomer. Of gewoon leuk met zo'n t-shirtje erop en dan een spijkerjasje eroverheen of zo. Dus dat is die. Dan nog een jurkje van Lovies. En deze heb ik ook weer in een maatje XS en was €50. En dit wil ik ook echt aan als een heel dik jurkje. Oké, even kijken. Hij lijkt een beetje op het jurkje die ik hiervoor heb laten zien. Hij heeft ook weer zo'n veehals aan de voorkant. Alleen deze heeft hier geen touwtjes. Hij heeft ook weer lange mouwen. Dit is ook weer een beetje van dat kant met ook een onderjurkje volgens mij eronder. Ja, er zit ook nog een onderjurkje onder, dus zodat hij niet doorschijnt. Maar voelt wel echt heel erg dik aan. Ik denk dat dit jurkje voor 32 graden ook wel echt te warm zou zijn. Maar inderdaad, als het wat meer afkoelt, is dit wel echt een heel erg leuk jurkje. En deze is wat meer van zo'n stretch stofje. Dus dat is deze. Ze hebben nu echt heel veel leuke jurkjes bij Lovies. Ook met korte mouwen. Ook op verschillende kleurtjes. Maar ik vind die witte jurkjes altijd wel heel erg leuk. Dan dit jurkje. Nu ik hem zo aan heb, is die eigenlijk echt bijna identiek als die ander. Alleen dit is gewoon een ander soort kanten stofje. En dit is ook een ander stofje. Deze is ietsjes minder dik. Maar wel ook best wel benauwd. Dus deze heb ik ook niet op een dag met 32 graden dragen. Deze heeft dus geen touwtjes hierboven. Dus echt alleen een veehalsje. En ook deze komt ongeveer... Deze is wel ietsjes langer. Deze komt ongeveer gewoon tot aan mijn knieën. Dus dat is dit jurkje. En zelf zou ik dit combineren met een spijkerjasje eroverheen. Om het gewoon ietsje stoerder te maken. En het liefst dus ook van die leuke cowboylaarsjes eronder. Maar die heb ik dus nog niet gevonden. Maar dat zou ik hier wel onder dragen. Dat is op zich wel heel erg leuk. Dus dat is die. En dan de laatste twee items van Lovie. Dat ik een beetje als setje eigenlijk heb gekozen. Want ik zag het als setje gecombineerd op de website. En dat leek me wel heel erg leuk. Waaronder dit rokje. Deze heb ik in een maatje XS en is €40. Dat is namelijk dit rokje. Alleen één dingetje wat ik op de site niet zag en wat wel is, zeg maar, is dat er een soort van klein lurex draadje, klein glitterdraadje doorheen zit. Maar op zich vind ik dat niet heel storend. Ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. Dat er een glittertje in zit. Maar die zit er dus wel in. Maar dat is dus dit rokje. Een beetje met van die roesjes en van dat volant.
Die leek me dus heel erg leuk met dit shirtje. En het model had hem ook zo gecombineerd. Dus dat zag er ook echt heel erg leuk uit. Het is een donkergrijs shirt met een heel leuk opdrukje erop. Er staat Rock and, Rock and Rose World Tour 98. Dus dat is die. En die had ze dus zo onder elkaar aan. En dat vond ik er echt heel erg leuk uitzien met een paar leuke laarsjes onder. Ik ben nog steeds op zoek naar de perfecte cowboy laars. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. Maar dat lijkt me heel erg leuk om hieronder te dragen. En dit shirtje heb ik in een XS en was 22 euro. En het rokje dus ook in een XS en die was 40 euro. Dan dit setje wat ik dus op het model had gezien. Als allereerst het shirtje. Het shirtje zit echt verder helemaal prima. Dit is ook een XS, maar je merkt echt de verschil tussen die andere shirts en deze. Want dit is echt een beetje zo'n slim fit model. En de rest is echt best wel oversized. Dus hou er rekening mee. Ik had hem op zich ook wel leuk gevonden als hij wat meer oversized was voor dit rokje. En dit is dus het rokje. Ik vind het rokje best wel een beetje lang of zo. Ik weet niet. Het is net een beetje dat ik denk van net iets te lang voor een korte rokje. Maar op zich vind ik hem wel leuk. Dus daarom heb ik hem ietsjes hoger opgetrokken. Mijn navel zit hier. En het rokje komt hier. Zodat het rokje ietsjes korter lijkt. Dan vind ik het wat leuker staan. Ik zal het even in zijn geheel proberen te laten zien. Ik weet niet, ik vind het rokje net eventjes iets te lang. Ik vind het wel echt heel erg leuk verder. Maar inderdaad, door wat hoger op te trekken, lijkt die ouder ietsjes korter. Dus dat is dit outfitje. Ook heb ik voor jullie een kortingscode bij Lovis. De dag dat ik dit nu opneem, weet ik de code zelf nog niet. Die krijg ik als het goed is vanmiddag of morgen te horen. Maar de code die zal ik in de beschrijving zetten. En er zal ook bij staan tot wanneer die geldig is. En hoeveel procent korting je krijgt met mijn code. Dus dit was alles van Lovis. Dan heb ik ook een heel groot pakket van Naked Lovis ontvangen. Ik mocht daar weer 7 items uitzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Het zijn best wel gevarieerde items. Dus laten we snel beginnen. Als allereerst van de Naked X Kim Veenstra lijn heb ik een paar hakken uitgekozen. Voor al mijn vriendinnen en mensen die me kennen, die weten dat ik echt niet op hakken kan lopen. Ik heb ook helemaal geen hakken. Ja, mijn Isabel Marantz zijn zeg maar sleehakken, maar niet echt hakjes. En toen zag ik deze en ik vond ze zo mooi. En ik dacht, ja, ik moet gewoon wel een paar hakken in mijn kast hebben voor stel dat er een dag komt dat ik het echt aan moet. Dus die heb ik besteld in de maatje 36 van de Kim Veenstra lijn. En ik vind ze echt onwijs mooi. Het zijn namelijk deze hakjes. De hakjes zijn niet heel groot, maar wel hoog genoeg, zeg maar. Want ik vind ook dat, stel een hakje is zo, dan denk ik van ja, kan je net zo goed geen hakje dragen. Maar deze is nog wel een mooie hoogte. En wat ik dus zo leuk vond bij deze hakjes was, is dat er dus een koord aan zit. En dat koord kan je dus helemaal om je been strikken. En dat vind ik echt zo mooi eruit zien. Je hebt dan gewoon aan de voorkant heb je hier dus gewoon een bandje zitten. En hier bij je voet ook nog. Ik denk wel dat dit bandje heel groot gaat zijn, maar goed. En dan heb je hier dus nog dat hele lange touw. En die kan je dus helemaal om je been heen wikkelen. En ik vind dat er echt super mooi uitziet. Sommige mensen doen het ook om hun broek heen wikkelen, zodat je een soort van flare broek krijgt. Vind ik ook echt heel erg mooi. Ik heb ze nog niet gepast, dus ik hoop dat ik ze pas. Dus dat zijn die. En die heb ik dus in een maatje 36. En hier is de ander. Ik vind de collecties de laatste tijd van Naked met influencers, zeg maar, leuker dan de normale Naked collectie. Ik weet niet, ik vind dat ze er gewoon hele leuke dingetjes ermee maken. Net zoals de Hannah Schoenenberg collectie vond ik echt onwijs leuk. En die van Kim Veenstra dan vond ik ook heel leuk. Daar heb ik ook een aantal dingetjes van. En dit zijn de hakken. Ik vind ze echt super mooi. Ik moet wel nog even kijken hoe je dit aan de achterkant zeg maar mooi en goed kan strikken. Maar ik vind het zo leuk staan. Ik weet niet hoe lang ik hier op kan lopen en of ik hier überhaupt op kan lopen. Maar I really, really like it. Dan echt een super mooie lange jurk. Ik heb deze al uit zijn verpakking gehaald. Omdat mijn moeder, die is een weekje op vakantie. En die vroeg of ik nog wat lange jurk had die zij misschien paste. Dus ze had hem gepast. Alleen hij was voor haar helaas ietsjes te klein. Dus vandaar dat hij al open is. Maar het is zo'n mooie jurk. Ik ga het jullie laten zien. Aan de bovenkant is het dus een soort van triangeltop. En dan heb je daaronder een strakke band. En vanaf daar loopt hij helemaal wijd uit. En het is echt zo'n bizar mooie jurk. Op de achterkant is hij dan weer wat lager uitgesneden en heeft hij dus een kruising. En hij gaat dus dicht met een rit en hij is zo mooi. Het is een maatje 34. Ik neem altijd bij Naked eigenlijk een maatje kleiner dan dat ik normaal heb. Omdat ik Naked best wel groot vind vallen. Maar ik hoop echt dat deze past, want ik heb hem zelf nog niet gepast. Maar bij mijn moeder is hij net iets te klein, dus ik denk dat hij bij mij dan wel goed zal zitten. Maar dat is dus deze. Volgens mij is deze ook weer met zo'n samenwerking, of niet? Of is dit wel gewoon... Oh nee, dit is wel gewoon een normale Naked collectie. En volgens mij hadden ze deze ook nog in het geel. Maar ik vond deze crème kleur wel echt heel erg mooi. Het is een beetje heel licht zalm, beige crème-achtig. Dus dat is deze. Deze jurk zit een beetje gek. Ik weet niet of je het kunt zien, maar
Dit zit echt heel erg los. En hier zit hij dan weer heel erg strak. De onderkant vind ik wel echt heel erg mooi van deze jurk. Het is gewoon een soort van lange rok. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Alleen de bovenkant zit gewoon echt heel gek. Ik heb er dus nu geen BH onder. Maar ik zou eerder zeggen van dat hij gewoon zo strak moet. Maar dan... Je hebt hier gewoon heel veel stof. Ik weet niet of ik dit heel leuk vind of niet. Maar dat is dus in ieder geval deze jurk. Dan heb ik een trui. Echt iets wat ik nu totaal niet nodig heb. Want het is echt veel te warm in het leven. Maar dit is een trui van de Hannah Schoenberg collectie. En ik moest en zou deze trui gewoon hebben. Maar ze had dan alleen nog maar in een L. Dus ik heb hem dus in een L besteld. Hij is echt lekker groot en oversized. Maar ik vond die mouwen zo leuk. Kijk, hier aan de binnenkant zit het een beetje zo gesmokt op elkaar. Hij heeft dan van die lange elastieke mouwen, zeg maar. En je hebt hier ook nog een gat om je vinger doorheen te doen. Ik weet niet, ik vond het echt gewoon zo'n leuke trui. Mooie kleur ook en zo. Dus ik dacht, ik kies gewoon een L. Dan is die lekker oversized. Maar voor de winter is dat wel heel erg lekker. Gewoon voor een huis een grote oversized trui. Dus dat is dus deze. Dan is dit de trui van de Hannah Schoenberg collectie. Kijk, hij is eigenlijk wel echt heel erg groot. Hij hoort natuurlijk crop te vallen en gewoon normaal bij je armen. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Gewoon met een mom jeans. Als je hem dan zeg maar zo een beetje onder je BH vastmaakt. Zo. En dan dit naar achter vlat. Heb je ook een beetje een soort van crop trui. Dat vind ik ook wel echt heel erg leuk. En ik vind dit gewoon heel leuk bij je armen. Dus dat is deze. En ik heb het echt bloedziek heet. Dus ik ga hem niet heel snel uittrekken. Dan een jurkje. En dit soort jurkjes vind ik de laatste tijd echt heel erg mooi. Van die mooi aangesloten jurkjes. En dat het ook een beetje zo gedrapeerd is. Dus dat is dit jurkje ook. Deze heb ik in een maandje 34. En is ook weer van zo'n samenwerkingscollectie met Chloe B. Ken ik eerlijk gezegd niet. Maar ik vond het wel echt een heel erg leuk jurkje. Namelijk deze. Hij ziet er wel best wel groot uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. Dit is een maatje 34. En hij heeft dus weer van die mooie ballonachtige mouwtjes. En verder zit hij weer helemaal mooi, zeg maar, met dat gedrapeerde effect. Ze hadden ook nog in het wit. Alleen ze hadden in het wit mijn maat niet meer. Dus vandaar dat ik dit beige heb gekozen. Maar die wit was ook wel echt heel erg mooi. Dat is deze. En volgens mij gaat hij ook dicht. Ja, aan de zijkant gaat hij dicht met een rits. Dus dat vind ik altijd wel fijn. En hij redt niet echt mee. Dus ik hoop dat hij past. Want ik weet niet of het aan mij ligt, maar hij ziet er best wel breed uit. Maar wie weet, pas ik hem wel gewoon. Dus dat is deze. Dit jurkje is heel erg leuk. Maar het is zo warm buiten. En dit jurkje zit zo nauw aansluitend dat ik het er zo benauwd van krijg. Dat ik hem eventjes niet ga aantrekken. Want ik krijg helemaal claustrofobie van dit jurkje. Maar hij is dus heel erg leuk. En ja, nou ja, in ieder geval deze, maar ik ga hem nu echt even niet aantrekken. Holy shit. Dan een rokje. En dit rokje heeft ook weer een beetje datzelfde gedrapeerde effect. Het is een zwart rokje. Dit is weer een ander soort stofje. Wat voor stof is dit? Ja, dacht wel. Dit rokje is van 100% polyester. Lekker Zweeds stofje dus. Maar ik vind het wel echt een heel erg mooi rokje. Het is dus zo'n nauw aansluitend rokje. En aan de onderkant heeft hij dus zo'n roesje wat hij een beetje uitsteekt. Ik heb deze in een maatje 34. En er zit aan de zijkant ook een rits om hem mee vast te maken. Dus dat is heel erg fijn. En ja, verder vind ik het wel echt een heel erg mooi rokje. Dit vind ik dus ook heel erg gaaf om gewoon met zo'n bijvoorbeeld zo'n wijs shirtje van Logisch mee te combineren. Dat het weer wat stoerder maakt. Dus dat is die. Dit is een zwarte rokje. Deze vind ik wel echt heel erg leuk. Hij zit wel een beetje aan de wijde kant hier zo. Maar op zich stoort het niet heel erg als ik hem aan heb. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ook mooi zo met dat gedrapeerde. En dat het polyester is, stort op zich niet heel erg. Dus dat is deze. Dan heb ik een witte nette broek. Deze heb ik in een maatje 34. En heet de Loose Fit Belt Trouser. Oké. Dit is... Oh, de broek. Hij is echt mega lang. Maar het is dus een hele mooie pantalonbroek. Met een soort van touwtje erbij waar je dus een leuk strikje mee kan maken. Aan de voorkant sluit hij gewoon met een rits en met een knoop. En hij heeft dus ook gaatjes om een riempje doorheen te doen. Wat ik ook wel mooi vind altijd. En verder loopt hij gewoon helemaal wijd uit. En is echt een mooie witte kleur. Ik denk wel echt dat deze door gaat schijnen. Ook deze is weer van de Kim Veenstra collectie. Dit is weer van de nieuwere collectie volgens mij. Volgens mij is er een tweede uitgebracht. Dus dat is deze. En ik denk wel dat deze een beetje te lang gaat zijn. Maar dan kort ik hem gewoon in. Dus die. Deze broek is echt perfect. Hij is wel ietsjes te lang. Maar als ik denk met Isabel Morantz eronder aan, dan zit hij al perfect. Maar hij sluit gewoon echt heel erg mooi aan. Hij zit ook mooi. Hij schijnt volgens mij ook niet door, zover ik nu kan zien. Echt heel erg blij met deze broek. En je kunt hem hier dus ook gewoon
zelf strikken. Echt heel erg leuk deze. En als allerlaatste heb ik nog een satijnen jurk uitgekozen. Echt mijn lievelingskleur. Een beetje een turquoise kleur. Deze heb ik ook, als het goed is, in een maatje 34. Ja, dat is deze jurk. Hij is dus turquoise en het is echt een hele lange satijnen jurk. Er zit verder geen figuur in ofzo. Dus het is het leukst als je hem zelf met een riempje combineert. Aan de voorkant heeft hij een V-hals en aan de achterkant heeft hij ook een V-hals. En die heb ik dus in een maatje 34 en die is van de collectie van Annika Teller. Ken ik zelf ook niet. Maar ik vond dit kleurtje gewoon echt heel erg mooi. Ik had denk ik wel beter een 32 kunnen nemen, want hij ziet er wel heel groot uit. Maar we gaan het passen. Oh, en aan de zijkant heeft hij ook nog een mooie split. En deze lijkt me ook weer heel erg leuk met die mooie hakjes eronder. Dus dat is die. Dit is de turquoise satijnen jurk. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Ik zou hem denk ik wel zonder BH dragen. Want aan de achterkant zie je anders heel erg je BH zitten. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En hij heeft hier dus aan de zijkant heeft hij ook nog een split. Hij is ook niet te lang. Ik heb hem nu zeg maar een beetje om mijn heupen laten hangen. Want als je hem zeg maar helemaal strak doet dan... Ja, weet je, ik vind het mooier als hij dan een beetje zeg maar zo geploft hier zit. Dus dat is deze. Dit waren dan alle items. Ook voor Naked heb ik er een kortingscode, maar die is helaas nog niet geldig. Dus hou even mijn Instagram in de gaten, want daar zou ik de kortingscode van Naked met jullie communiceren. En wanneer die dus geldig is. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer.